Rotterdam op de Bosdreef. Surfjanten Vincent en Sander hebben een snelle Golf GTI in het vizier. Start. Misschien kan je opnieuw beginnen. Hij gaat nu opnieuw. Ja, daarom. Als dat uitje opzij gaat. Ja. Rechts inhalen. Regen, dat is één ding. Ja, meting loopt hoor. Ja, ik ga er naartoe zoals het kan. De auto is in ieder geval bekend bij ons voor snelheidsovertredingen en invordering rijbewijs. 106. 36. Hij heeft wel iets door, denk ik. Zullen we gewoon even stopteken geven dan maar? Ja, maar doen we. Kijk maar een plekje hebben. Hij weet het al. Ja, voor de formaliteit, hè. Oh meneer, goedemorgen. Verkeerspolitie. Ik wist het. Staat er iemand op te fokken? Waarom zit ik je op te fokken? Dit bumpjes klieft vanaf daar op. 506 op te bereiken. Geen sprake van hoor. Maar goed, pak even je rijbewijs. Dan, van waar die komt hier. Ja, Bosdreef hebben we achter je gereden. Je rijdt daar wat te snel. Want je zegt, wij zitten te plakken, maar je reed in Nederland voor ons. Ja, maar ik dacht, ik reed normaal, maar jullie kwamen opeens achter mij. Ik dacht, ze willen mij hebben, ik heb deze auto nieuw. Ze willen deze auto van me afpakken, dacht ik. Wil je dan echt plakken? Dan ik dat door. Ik dacht, laat me even zo komen. Wat er aan het is. Ik had een paar jonge jongens gebeld dat ze naar u komen. Maar ik dacht dat jullie deze auto af zouden pakken, dacht ik. Oké, goed verhaal. Hey, we hebben wat beelden ervan gemaakt. Ja. Mag ik die even bekijken? Dan kunnen we het even zien. We hebben gemeten 106 gemiddeld over de Bosdreef. 106. Daar is 70 toegestaan. Daar gaan we wel iets van correctie af. Ja. Maar dat is te veel. Maar dan kan je de beelden zien. Dan zie je ook gelijk dat dat wel meevalt met het plakken van onze kant. Maar eerst gaat deze bestuurder zelf een paar beelden schieten. Hé, hey, luister eens. Je mag voor mij filmen, hè? Daar heb ik helemaal geen last van. Ja, ik ben zelf vlogger. Oh, gezellig. Ik hou van vloggers. Kom jij even bij ons in de auto zitten? Dan, mag je even waar mijn collega nu zit? Dan mag jij even zitten. Die is deur dicht. Voor mij mag je die deur dicht doen, hoor. Nou, kijk er even mee. Daar ga jij. Zie je hem? Dus we zijn nu nog niet aan het bumper kleven. Hij rijdt aan een klein autootje. Nou, rechts inhalen, dat is al niet goed, hè? Geeft diegene ook even de tijd om opzij te gaan voor je, zou ik zeggen. Die moet gelijk betalen. We gaan even de beelden bekijken. Want jij komt met een verhaal over dat ik bij jou aan het bumper kleven ben. Maar tot nu toe... Ik zou bijna een gekke conflict vliegen door jullie, hè? Let op, zit ik nu jou te irriteren op het bumperkleven? Ja, ik wist dat, want ik dacht, jullie waren wat raars bezig. Wat dan? Je ziet toch zelf, wat, ja, jullie, wat is er dan? Wat is er dan? Ik wist dat jullie het waren al hoor, van maakt niet uit. En nu dus 106 heb ik gemeten. Ja, meting gedaan. Is goed, maar zijn we het erover eens dat dat een beetje onzin is wat je me hebt gezegd? Ik dacht dat jullie andere personen waren. Oké. Okay. Gewoon dat dacht ik. Dat dacht je, oké. Ja. Het is goed, het is helemaal gelijk uit. Kreeg ik pinnen bij jullie? Nee hoor, je krijgt een Akspiro in de bus. Dus dat kan op een later moment geregeld worden. Waar komt dit? Je krijgt van ons twee bekeuringen. Ja. Voor de overschrijding van de maximumsnelheid en voor het rechts inhalen. Hoe doen ze daar de boete? Zijn ze al hoog? Ik weet niet, dat hoor je zo even van mijn collega. Komt het op ding? Dagbespreking. Dit komt op televisie, ja. Je kunt me dus bijhouden met die auto. Ja, lach maar, groot vriend. Tot nu toe is het gelukt in ieder geval. Nee, ik denk niet met deze auto. Nee, je mag nog een verklaring afleggen. Hoeft niet. Je mag ook nog een... Laat me nou eens even uitpraten, in plaats van iedere keer maar praatjes. Ja? Je mag zelfs bijstand van een advocaat als je dat wil. Ja? Wil je nog iets verklaren? Nee. Voor de snelheid? Nee, dat is gewoon... ik voelde me opgefokt van achteren. Oké. Je weet dat je dat net hebt gezien, dat je er een beetje uit je nek zit te kletsen of niet? Nee man, ik denk niet kletsen uit je nek. Oké. Helemaal goed. Schrijf ik dat op. Ik voelde mij opgejaagd. Voor het rechts inhalen. Wil je daar nou wat over verklaren? Nee, ze irriteerden me gewoon, die vrouw. Gelukkig heb ik die 22 niet gepakt op die weg. Ze rijden ze op slag en doen. Nou, je rijbewijs krijg je terug. Ik denk dat je binnenkort wel kwijt bent als je het rijgedrag zo laat zien. Fijne dag verder. Doe zelf, PP. Goed zo. Hey, maar de boete krijg je nu. Hey, luister even. Luister even. Dat je nou een beetje populair staat te doen, vind ik prima. Ja, nou, altijd, maar dit gedrag, dat gaan we niet doen. Dit gedrag gaan we niet doen. Zet jezelf nou niet voor lul. Maar je kan ook gewoon mee. Ja? Ik ben daar niet van gediend van dat gedrag. Ik kan me meenemen. Je kan toch gaan zitten doen en een heel binkie voelen. Ja. Ja? Maar je zet jezelf alleen maar voor lul. Ja, oké. Jullie ook. Ja? Ja. Ga maar gewoon lekker in je autootje zitten. Ja, ga ik doen. Ja? Ja, ga lekker daar groot voelen. Ja. En een fijne dag verder. Kom maar in groot. Ja? Dag, groot, chef. Dag meneer. Dag meneer. Politieagent. Dag meneer. Hey, fijne dag hè. Deze GTI-rijder mag weer verder met twee bekeuringen op zak. En wij wachten rustig af tot we deze praatjesmaker opnieuw zullen tegenkomen.